De gekste roddel die ik over mezelf heb gehoord. Ik weet niet of ik dat hier moet zeggen. Ja toch, Architrex hier. A.k.a. Dwayne Meerzorg, a.k.a. DM, a.k.a. ik ben de mooiste man boven de 80 kilo. Check mijn interview met Vice. Het gaat naar grote problemen. Nee man. Iedereen, ik denk dat veel van mijn jeugdvrienden sowieso goed terechtgekomen zijn. Veel in de voetbal. En zoals je ziet, was dat niet voor mij weggelegd. Dus ja, ik ben blij dat ik gewoon mijn eigen pad heb gekozen, zeg maar. En dat daar ook gewoon iets uit is gekomen, snap je? Dus ik kan niet jaloers zijn, man. Sowieso, alle jongens die hebben gevoetbald hebben deze, maar bij mij is het echt waar. Zeg maar, net toen ik naar Ajax zou gaan, hamstring blessure. Je weet al, ik snap dat iedereen die gooit, maar bij mij is het echt zo gegaan, man. Ja, man. En toen ben ik gaan rappen, maar toen was ik er gewoon klaar mee. Ik dacht, weet je wat, doe maar rap dan. Dat was zo'n... zo'n sma van Big Brother. In de lingerie, dat ze zo op bed ligt. En dan zegt ze van, als je ooit een model voor je clip nodig hebt, laat maar weten. Dus ik denk van, hey, ik ken deze sma van ergens, maar ik weet niet van waar. Ik kijk en zie ze veel volgers. Ik denk, hè? En toen zei Ebert me van, ja, maar die sma van Big Brother. Raar, raar. Maar ja, ik weet toch, ik ben ook wel een mooie jongen, hè? Ja. Juf Regina, juf Marleen, juf Risette. Die drie. Wat? En ze hoorden wat ze me allemaal hebben toegewenst vroeger, man. Ik ben het nooit vergeten en ik vergeet het ook nooit meer. Jeet, en ik weet nog één dagje. Dit was juf Regina, volgens mij. Ik zit zo in de klas, zo. Dit was groep 4. Maar, weet je, zij was zo bruut, toch? Ze roept je. En dan moet je naar voren en dan houdt ze je neus vast of je oor. En dan trekt ze het, zeg maar. Snap je? Dus nu trekt ze bij die Marokkaanse jongen van, ik heb je gezegd, je moet dat ding niet meer doen, snap je? Maar nu één keer doet ze het bij mij, toch? Dus nu pakt ze mijn neus zo. Ik heb je... Ik snuit mijn hele neus leeg in haar hand. Ja, bro. Ja, bro. En dan wat doet ze? Ze belt mijn vader, toch? En nu moet mijn vader naar school komen. Pap, mijn vader staat nu daar en ze vertelt van ja. Hij luistert niet, dus ik had hem even vastgehouden. Maar ze wil het zacht uitleggen, toch? Ze heeft hem even vastgehouden bij zijn neus. En heeft hij zijn hele neus in mijn hand gesnoten. Mijn vader staat daar. Maar zij denkt, als ik naar huis ga, ga ik pak slaag van mijn vader krijgen. Dat is wat ze denkt. Ik kom buiten, krijg tot aan 90 van mijn vader. Die is gewoon Nike schoen. Hij heeft mijn box, hij zei, ai. Dit zijn die dingen, toch? Niemand moet je aanraken. Ja, ik vergeet die dingen niet meer. Dat ze niet altijd hun verantwoordelijkheid nemen. Als jij nu terugdenkt naar hoe jij in jouw jeugd was en hoe iedereen in jouw jeugd was, was het toch anders dan als je kijkt naar die kinderen van nu? Snap je, toen was het gewoon buiten spelen en chillen en met elkaar zijn. En nu is het gewoon schenken, drillrap maken. Loop met zo'n bivak. Het is een andere jeugd dit, man. Het is een andere soort kinderen, man. Zeg maar, toen ik jong was, vond ik het al lijp, zeg maar. Af en toe wat er soms gebeurde, snap je? En ik dacht dat het alleen maar minder zou worden, maar het is alleen maar erger geworden, man. Bijvoorbeeld, straks gaat mijn zoontje ook naar de middelbare school, je weet toch? Wat is er dan? Als er nu al drillrap is, wat is er dan, zeg maar? Je weet toch? En dan lopen misschien kinderen met pistool in plaats van schenk. Snap je? Dus het is toch wel een beetje eng, man. Huilen. Niet, man. Huilen niet, maar ik zeg eerlijk, laatst keek ik naar zo'n Disney-film. Mijn zoontje, Dinosaurs of zo. Maar op een gegeven moment, toch is er zeg maar zo'n scène
dat die dinosaurus, zeg maar, hij is bevriend geraakt met zo'n klein jongetje, je weet toch? En dan gaan ze uit elkaar. Maar die dinosaurus, zijn vader is dood. Maar dat jongetje dacht dat zijn ouders dood waren. Maar eindelijk vindt hij toch zijn ouders terug, zeg maar. En die dinosaurus en dat jongetje beginnen te huilen. Ze zeggen, kijk naar mijn zoontje, ik zie die jongens aan het huilen ook, snap je? Hij ging het wel even in mijn body van, hé, Saang. Hij begrijpt wat er gebeurt. Maar ik heb nooit echt bij een film echt gehuild, man. Nog niet, man. Nog niet. Als je daarmee bezighoudt, ga je nog gekker worden dan jou bent, joh. Mensen zeggen de gekste dingen, man. Dat Obama de duivel was. Je weet toch, zulke rare shit, snap je? Maar je weet toch, als iemand zo begint te praten, zeg maar, heb ik al direct geen zin meer om te luisteren, snap je? Wanneer mensen echt te diep erin gaan, dan mensen gaan zoveel zeggen, snap je? Mensen hebben zelf roddels over mij te vertellen, dit en dat, maar de gekste roddel die ik over mezelf heb gehoord, ik weet niet of ik dat hier moet zeggen. Dat ik weer een kind krijg. Hoe kom je erbij? En los van dat, al zou het zo zijn, zeg maar, dan is het alsnog aan mij om het naar de buitenwereld te... Snap je? Maar ja, ik snap het wel. Mensen hebben geen moer te doen in coronatijd. En dan gaan ze complottheorieën bedenken en zulke dingen op Facebook zetten. Ik denk dat ik gewoon bepaalde mensen ga volgen om te weten hoe ze echt over me denken, man. Als jij dat doek voor mij regelt, dat ik dan ga bedenken wie. Appjes sturen, nu staan daar. In een onzichtbare model, niemand weet. Nu hoor je, hey, Archie is echt dit, Archie is echt dat. Ik wil hem soms echt doodslaan. Maar ik ben daar. Ja, man.